is Dr. Robinson, dames en heren. Dankjewel, jongen. Iemand zei vandaag tegen mij van, het wordt straks wel een zootje, denk ik. Nou, volgens mij beginnen we daar al mee. Welkom allemaal. Jullie zijn allemaal van harte welkom in het Klokgebouw in Eindhoven op de Dutch Design Week. Daar gebeuren dingen anders. Nou, volgens mij, u bent ook de gast bij Tasty Green Lifestyle Experience en daar gebeurt dingen ook anders. Mijn naam is Sander Weks, ik ben voorzitter van de stichting Tasty Green Lifestyle Experience en ik mag mij aan die kant ook aan de andere kant zeggen dat ik zelfstandig publieksprofessional ben bij de provincie Brabant. Want jullie zijn niet alleen welkom op de Dutch Design Week, maar ook op het strategisch relatie-evenement van de provincie. De provincie wil graag kijken hoe ze hun uitdagingen waar ze voor staan, waar ook dus de jeugd, de maatschappij van Brabant voor staat, hoe ze die op een andere manier kunnen invullen. Niet alleen als overheid, maar juist samen met bedrijven, met onderwijs. En wat wij daaraan toevoegen, onderwijs is jongeren. Daan, kan je even gaan staan? Daan is een student, hoe oud? 18 jaar. Okay. Spannend, hè, dit. Maar je zit achter de coulissen de hele week. Niemand heeft je waarschijnlijk gezien. Wat heb je gedaan de hele week? Ik heb samen met Antheus, dat is een klasgenoot van mij. Antheus? Hey, waar is die? Antheus is er vandaag niet. Ik heb samen met Antheus hoe zeg je dat, een beetje de leiding gehad. Het heeft een mooi woord, toch? Zeg het maar. Traffic manager? Traffic manager. Dat heb ik, die taak heb ik opgelegd gekregen van Fons. En wij hebben eigenlijk, Antheus en ik hebben ervoor gezorgd dat alle beelden binnenkwamen, geordend werden en vervolgens door editors gemonteerd werden. Hoe zie jij de rol van jongeren zoals jij en ik daarin? Zouden die kunnen bijdragen aan het toepassen van die ideeën? Ik ben zelf geen ontwerper. Ik denk de jonge ontwerpers van tegenwoordig zeker. Ik denk dat daar juist een hele belangrijke taak ligt. Fons, kan je even gaan staan? Fons is degene die een hele job gedaan heeft om de schema's te maken en het helemaal aan te sturen met je collega's. Maar even applaus voor Fons. Mag wel even. En nou komt weer het leuke. Fons is zelf nog maar vierdejaars. Dat vind ik dus weer gaaf. En loopt stage en stuurt de school aan. Vierdejaars, maar... Ja, dat klopt. Ik ben vierdejaars audiovisuele productiestudent. Om het even helemaal voluit te zeggen. Okay, hoeveel jongeren onder jouw club van dit jaar, hè, die we zagen, hebben een eigen onderneming? Behalve jij? Ik denk, als ik vanuit alleen het derde en het vierde leerjaar meepak, ik denk ongeveer 10, 15 al. Eigen onderneming? Ja. Ben je trots? Ja, ik ben wel trots. En back off? Nog niet klaar. Waarom niet? Ik ga morgen hier nog helpen. Ga je doen? Ik ga hier dan de regie doen, wat de jongens aansturen met de camera. Dus ik ben nog wel even bezig. En volgende week een aantal dingetjes netjes afronden natuurlijk. En dan zijn we klaar. Mooi. Lambert, bruggen bouwen, weet je nog? Je ziet hier studenten, daar zit er dus nog één met haar vader, uit Nijmegen. Wat jij al zegt... Weg uit die ene regio. Je ziet mensen van een hogeschool die economie doet. Dat zei hij niet. Hij doet economie. Hij zit bij duurzaamheid. Zijn dit de bruggetjes waar jij zo blij van wordt? Ik heb hem vanmiddag gesproken en Lambert is de man die zegt... Europarlementariër namens CDA. Maar Lambert, ik mag hem Lambert noemen, zegt bruggen bouwen. We moeten veel meer blenden, veel meer met elkaar verbinden. Ja, als ik mijn kern mag neerzetten, dan gaat het over... Het is job learning. Het is learning voor die job. Niet om over de wereld rond te zwerven en te zien waar je uitkomt. Nee, wat ik straks zei, we hebben elke jongere super nodig. Ook om in dit deel van de wereld te maken dat we een boterham blijven smeren. Dus waar het mij om gaat, bruggen bouwen, betekent dat je jezelf veel eerder richt op studie en... Nou ja, die toekomstige job. En die job die moet nog geboren worden. In de tijd dat we dus van de school gingen. En dan vervolgens zeggen, achter zit iemand op bij de wachten, bij de overheid en bij Philips. Is helemaal voorbij. Dus als ik nu hoor vandaag, een vierdejaars begeleidt de derdejaars of de tweedejaars. Daar mag je voor mij de helft van je tijd aan besteden. Dan kom je als een kleine ondernemer uit je studie. En zo'n manier van oriëntatie hebben we nodig. Niet om op die job waarvoor je keurig netjes is acht... En 4 of 5 betaald wordt. Maar ondernemerschap is denk ik, als je het vergelijkt met Amerika, als je vergelijkt met Zuid-Korea, dan kunnen we alleen maar via ondernemerschap maken dat we die boterham smeren. Ik wil jullie graag uitnodigen om plaats te nemen zometeen aan alle staantafels. Op je sticker staat namelijk een nummer. Dus het is de bedoeling dat jullie bij de tafel met je gelijke nummer gaan zitten. De mensen met een lichtblauwe sticker, die zijn namelijk werkzaam in het onderwijs.
met de donkerblauwe sticker, die zijn werkzaam als ondernemers. Mensen met de groene sticker, die zijn uit de overheid. En de mensen met de rode sticker, dat zijn de jongeren. Ja, op het gebied van zeeboeren, zeewierteelt, willen wij in Nederland en Europa groot maken. Dan zie je bijvoorbeeld, ja, je gaat iets nieuws doen. Je gaat namelijk op de zee ga je, landbouwen. Daar is de zee en de regels die we daarvoor hebben zijn daar niet voor, voor bedacht. Dus je komt dan op, op grensvlakken. En daar zie je dat de overheid, in ons geval bijvoorbeeld door het verstrekken van een Green Deal, waar ze zeggen, wat jullie doen vinden we mooi. We gaan proberen jullie waar we kunnen te steunen. Nou, ik denk dat wat u zegt, dat een punt is van aandacht. Maar dat we gewoon veel met elkaar in gesprek moeten als het gaat om de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs. En dat het niet partijen op zichzelf zijn, maar dat ergens de ontmoeting in het midden ligt van die partijen. En dat je vanuit daar gaat kijken van wat je er in gezamenlijkheid uit kan halen. In plaats van ons druk maken van wat voor regeltjes. En natuurlijk zijn er. En klinkt het misschien heel ideologisch omdat ik een onderwijsmens ben. Maar de gedachte daarachter is voor mij heel heilig, in de zin dat je elkaar vooruit moet willen helpen. En dat is denk ik het nieuwe netwerk waar het in de toekomst om draait. Volgens mij ook in het bedrijfsleven. De vraagstelling interpreteert. Want je kunt het vanuit verschillende invalshoeken zien. Dus je kunt het zien als bijvoorbeeld, ik ben zowel student als ondernemer. En je kunt dan kijken van, ik heb al 2 jaar mijn eigen onderneming. Dus ik ben als student begonnen met alleen ondernemingen. Ik ben nu 2 jaar verder en naar mijn mening heb ik niet echt veel hulp gehad van de overheid. Maar je kan ook denken, vanuit een andere invalshoek, heb ik hulp gehad van, je hebt ook maatschappelijke doelen. En uiteindelijk kun je dat met facilitaire bedrijven weer makkelijker doen. Dus het is maar net uit welke hoek je naar de vraagstelling kijkt. En dan kan je antwoord zowel ja als nee zijn. En dan heb je alleen groen en rood niet genoeg. Dankjewel. Oké. Groot applausje. Goeie toelichting. Dankjewel, Fons. Ja, we hadden het hier ook over, van dat het in deze economische crisis gewoon ook heel erg lastig is om nieuwe mensen aan te nemen. En dus ook jonge mensen. En dat is natuurlijk voor een provinciehuis ook heel lastig. Maar daardoor missen ze denk ik wel een jonge, frisse aanpak. Ik wil alleen even aangeven, het lijkt misschien een klein gezelschap waar we mee zijn, maar jullie zitten in netwerken, jullie vertegenwoordigen een netwerk, jullie zijn met heel veel mensen. De ZLTO is er, de YFM, de BAEK, die afkortingen gaan jullie allemaal leren. Dus wij willen jullie graag gaan activeren en ruimte bieden en faciliteren met de provincie, hoe je dit nou verder kan brengen. Ik ga dadelijk zien hoe we dat gaan doen, maar ik wil het graag doen om mijn droom waar te maken. En ik hoop dat het ook een beetje jullie droom wordt. En mijn droom is al een beetje uitgekomen, want gisteren was hier een heel mooi congres, dat heet Vrije Tijdseconomie. En er was een meneer die ik toevallig wel een beetje ken, die heet Jim Stolze. Die vertelde een verhaal over RISE. En RISE gaat het grootste evenement ter wereld worden op 6 continenten. En RISE zet centraal dat je via een evenement en de verbinding van dans en muziek, dat gaan we dadelijk als we dus ook doen, jongeren een bijdrage kan laten geven, stimuleren om een bijdrage te laten geven in die maatschappelijke doelstellingen. Dus 29 augustus 2015 willen wij, Taste the Green Lifestyle Experience, zorgen dat Brabant dat deel is van het Europese continent wat in die 6 continenten meedoet.